Hoofdstuk 3 Malcolm Castle: Het kasteel Malcolm, een der dichterlijkste van de Schotse hooglanden, ligt nabij het dorp Lus, welks schone vallei het beheerst. De heldere wateren van het meer Lomond bespoelen zijn granieten muren. Zedert onheuglijke tijden behoorde het aan de familie de Neuven, die in het vaderland van Rob Roy en van Fergus MacGregor de gastvrije gebruiken der oude helden van Walter Scott bleef beoefenen. In de tijd toen de grote maatschappelijke omwenteling in Schotland tot stand kwam, werden een menigte zalen weggejaagd, die geen hoge pacht aan de oude opperhoofden der clans konden betalen. Sommigen stierven van honger, enige werden vissers, anderen verlieten het land. Er heerste een algemene wanhoop. Alleen de Gleneuvens meenden dat zowel de grote als de geringe tot getrouwheid verplicht waren en bleven dus getrouw aan hun pachters. Niet één verliet het dak waaronder hij geboren was, niet één verliet het land waarin zijn voorouders rustten. Alle bleven in de klen hunner heren. Ook nu nog, in deze eeuw van haat en tweedracht, telde de familie Glenurven slechts schotten op het kasteel Malcolm, zowel als aan boord der Duncan. Allen stamden af van de fazalen van McGregor en MacFarlane, van McNabs en van McNaughtons, dat wil zeggen dat ze afkomstig waren uit de graafschappen Stirling en Dumbarton. Dappere mannen, die met lijf en ziel aan hun heer verknocht waren en waarvan sommigen nog het Kelis van het oude Caledonië spraken. Lord Glenurvan bezat verbazende rijkdommen en gebruikte ze om veel goed te doen. Zijn goedheid was nog groter dan zijn mildheid, want had deze natuurlijk hare grenzen, gene was onbeperkt. De heer van Lus, de laird of heer van Malcolm, vertegenwoordigde zijn graafschap in het huis der Lords. Maar met zijn Jacobitische denkbeelden. Hij bekommerde zich weinig om de gunst van het huis van Hannover en was daarom vrij slecht gezien bij de Engelse staatslieden, vooral ook omdat hij bleef vasthouden aan de overleveringen zijner voorouders en krachtig zich verzette tegen de machtsaanmatiging van de mannen uit het zuiden. Lord Edward Glenerven was daarom toch niet bij zijn tijd ten achteren. Hij had evenmin een bekrompen geest als een onontwikkeld verstand. Maar terwijl hij zijn graafschap wijd openzette voor de vooruitgang, bleef hij door en door een schot. En op de roem van Schotland ging hij met zijn snelvarende jachten mededingen in de matches, de wedstrijden, van de Royal Thames Yacht Club. Edward Glenurvan was 32 jaar. Hij had een hoge gestalte, min of meer strenge gelaatstrekken en zeer zachte blik. Kortom, over zijn gehele persoon lag het dichterlijk waas der Hooglanders. Men wist dat hij tot vermetelheid toe dapper, ondernemend, ridderlijk, een Fergus der 19e eeuw, maar bovenal goed was. Nog beter zelfs dan de heilige Martijn, want hij zou zijn gehele mantel aan de arme Hooglanders gegeven hebben. Lord Glenoven was nauwelijks drie maanden gehuwd met miss Helena Tuftle, de dochter van de grote reiziger William Tuftle, een der talrijke slachtoffers van de aardrijkskundige wetenschap en van de ijver voor ontdekkingen. Miss Helena was niet van adel, maar ze was een Schotse vrouw, hetgeen in de ogen van Lord Glenurven van meer waarde was dan een edele geboorte. De heer van Lus had dit bekoorlijke, moedige, liefhebbende meisje tot levensgezelling gekozen. Hij ontmoette haar eens, verlaten, een wees, bijna zonder middelen, in het huis haar vaders, de Kilpatrick. Hij begreep dat het arme meisje een wakkere vrouw zou zijn. Hij huwde haar. Miss Helena was 22 jaar. Ze was een blonde en hare ogen waren zo blauw als het water der Schotse meren op een schone lentemorgen. Haar liefde voor haar echtgenoot was nog sterker dan haar dankbaarheid. Zij beminde hem alsof zij de rijke erfgename en hij de verlaten wees geweest was. Haar pachters en bedienden waren alle bereid om hun leven op te offeren voor haar die zij onze goede vrouwen van Lus noemde. Lord Glenervan en lady Helena leefden gelukkig op Malcolm Castle, te midden der verhevenen. En woeste natuur der hooglanden, wandelende in de duistere lanen van kastanje en moerbeziebomen, aan de oevers van het meer, waar nog de Pibroche, de krijgsliederen van de oude tijd weer in die onbebouwde bergengten, waarin de geschiedenis van Schotland in eeuwenheugende puinhopen geschreven is. Nu eens verdwijnden zij in de berken en Lorkenbossen, of op de uitgestrekte dorre heidevelden. Dan weder beklommen zij de steile toppen van de Ben Lomens, of reden door de verlaten omstreken, terwijl ze dit dichterlijk gewest, thans nog het vaderland van Rob Roy genoemd, en al die vermaarde plekjes die Walter Scott zo heerlijk bezongen heeft, bestudeerden, begrepen en bewonderden. Wanneer des avonds of tegen de nacht de lantaarn van MacFarlane aan de gezichtseinde ontstoken werd, zwierven we zij over de burgtrans, een oude cirkelvormige galerij die een snoer van schietgaten om het kasteel Malcolm slingerde. Peinzend vergeten. En als het ware alleen in de wereld, zittende op een losgeraakte steen, te midden van het zwijgen der natuur, onder de bleke stralen der maan, bleven zij, terwijl de top der verduisterde bergen langzamerhand in de schaduwen van de nacht gehuld werd, verzonken in die reine geestverrukking en die heerlijke opgetogenheid, waarvan het geheim op deze aarde alleen bekend is, aan minnende harten. Zo brachten zij de eerste maanden van hun huwelijk door. Maar Lord Glenneuven vergat niet dat zijn gade de dochter van een groot reiziger was. Hij zeide bij zichzelf dat Lady Helena dezelfde wensen als haar vader moest koesteren, en hij bedroog zich niet. De Duncan werd gebouwd. Ze was bestemd om Lord en Lady Glenneuven naar de schoonste landen der aarde over te brengen, over de golven van de Middellandse Zee en naar de eilanden van de archipel. Men kan wel begrijpen hoe blijde Lady Helena was toen haar echtgenoot de Duncan ter haar beschikking stelde bestaat er wel een groter geluk dan zijn liefde over te brengen naar de heerlijke streken van Griekenland en de wittebroodsweken te slijten op de toverachtige kusten van het oosten. Lord Gleneuwen was intussen naar Londen vertrokken. Maar de redding van ongelukkige schipbreukelingen was zijn doel. Ook leidde Lady Helena meer ongeduld dan droefheid over dit kortstondig afzijn aan de dag. De volgende morgen gaf een bericht van haar man hoop op een spoedige terugkomst. De avonds vroeg hij in een brief om uitstel. De voorstellen van Lord Gleneuven stuitte op enige moeilijkheden. Een dag later kwam er een nieuwe brief, waarin Lord Gleneuven niet ontfeiste dat hij ontevreden was over de admiraliteit. Nu begon Lady Helena ongerust te worden. Des avonds was zij alleen in haar kamer, toen de hoofdmeester van het kasteel, Master Helbert, haar kwam berichten dat een meisje en een knaap, die Lord Gleneuven wilde spreken, verzochten om toegelaten te worden. Zijn ze uit de omtrek? vroeg Lady Helena. Nee, mevrouw, antwoordde de hoofdmeester, want ik ken ze niet. Ze zijn met de trein te Belk gekomen en vandaar tot Lus hebben zij gelopen. Laat hen bovenkomen, Helbert, zei de leden Glenurven. De hoofdmeester ging weg. Enige ogenblik later werden het meisje en de knaap in de kamer van Lady Helena gebracht. Ze waren broeder en zuster en geleken ook sprekend. De zuster was zestien jaar. Haar lief, maar enigszins vermoeid voorkomen, haar ogen, die verrieden dat zij menigmaal had geweend... Haar onderworpen, maar moedige houding, haar aanmoedige en toch zindelijke kleding maakte een gunstige indruk. Ze hield een twaalfjarige knaap met een manhaftig voorkomen bij de hand, die zijn zuster onder zijn bescherming scheen te nemen. En waarlijk, wie het meisje mocht beledigen, zou met de knaap te doen hebben gekregen. De zuster stond een weinig verlegen toen zij in tegenwoordigheid van ledig de Neuven kwam. Deze haastte zich het woord op te vatten. Gewenst mij te spreken? zeide zij, tevens het meisje met haar blikken aanmoedigende. Nee, antwoordde de knaap op een vaste toon. U niet, maar Lord Glenerven in persoon. Vergeef het hem, mevrouw, zeide de zuster met een blik op haar broeder. Lord Glenerven is niet op het kasteel, hernam de Lady Helena. Maar ik ben zijn vrouw, en als ik u helpen kan. Zijt gij Lady Glenerven? vroeg het meisje. Ja, mis. De vrouw van Lord Glenerven van Malcolm Castle? die in de Times een bericht aangaande de schipbreuk de Britannia heeft geplaatst. —Ja, ja, antwoordde Lady Helena driftig. En gij? —Ik ben Miss Grant, mevrouw, en dit is mijn broeder. —Miss Grant, Miss Grant, riep Lady Helena, terwijl ze het meisje naar zich toetrok, haar handen vatte en de gezonde wangen van de knaap kuste. —Wat weet gij van de schipbreuk mijns vaders, mevrouw? hernam het meisje. Leeft hij nog? Zullen we hem ooit terugzien? Spreek, ik smeek het u. Lief kind, zei de Lady Helena, de hemel beware mij dat ik u in zulke omstandigheid een onberaden antwoord zou geven. Ik wil u met geen bedriegelijke hoop vleien. Spreek, mevrouw, spreek. Ik ben sterk genoeg en kan alles horen. Lief kind, antwoordde Lady Helena, de hoop is zeer gering, maar met de hulp van de Almachtige God is het mogelijk dat gij uw vader eens terug zult zien. Mijn God, mijn God, riep Miss Grant, die hare tranen niet kon bedwingen, Terwijl Robert de handen van Lady Glenurven met kussen bedekte. Toen de eerste vlaag die het droevige vreugde een weinig bedaard was, stapelde het meisje talloze vragen opeen. Lady Helena vertelde haar de geschiedenis van het document: hoe de Britannia op de kusten van Patagonië vergaan was, hoe, na de schipbreuk, de kapitein en twee matrozen, de enigen die de ramp overleefd hadden, het vaste land bereikt hadden, eindelijk hoe zij de hulp hunne medemensen inriepen in dat document dat in drie talen geschreven en aan de genade der golven overgegeven was. Gedurende dit verhaal wende Robert Grant het oog niet van Lady Helena af. Zijn leven hing aan haar lippen. Zijn kinderlijke verbeelding schetste hem de verschrikkelijke tonelen waarvan zijn vader wellicht het offer geweest was. Hij zag hem op het dek der Britannia staan. Hij volgde hem in de schoot der golven. Hij klemde zich met hem aan de rotsen op de kust... Heigende kroop hij over het zand, buiten het bereik der baren. Bij herhaling uitte hij enige woorden gedurende het verhaal. O vader, arme vader, riep hij, terwijl hij zich dicht aan zijn zuster drong. Miss Grant daarentegen luisterde met gevouwen handen toe en sprak geen woord, voor het verhaal uit was. Toen zeiden zij, o mevrouw, het document, het document. Ik heb het niet meer, lief kind, antwoordde Lady Helena. Heb je het niet meer? Nee, Lord Glenervin heeft het naar Londen mede moeten nemen om uw vaders belang te bevorderen. Maar ik heb u dezelfde inhoud woord voor woord medegedeeld en hoe het ons gelukt is de zin geheel terug te vinden. Onder die brokstukken van zinnen welke de golven bijna uitgewist hadden, zijn enige cijfers gespaard gebleven. Ongelukkig de lengte? Dat is niets, riep de knaap. O nee, jongeheer Robert, antwoordde Helena, die om zijn vastberadenheid moest glimlachen. Zoals ziet, meneer Grant, zijn de geringste bijzonderheden van het document u nu even goed bekend als mij. Ja, mevrouw, antwoordde het meisje, maar ik zou gaarne het schrift mijn vaders gezien hebben. Wel nu, Lord Plunervin komt wellicht morgen terug. Van dit onwraakbaar bewijs voorzien heeft mijn man het aan de commissarissen der admiraliteit willen vertonen, ten einde te bewerken dat er onmiddellijk een schip wordt uitgezonden om kapitein Grant op te sporen. Is het mogelijk, mevrouw? Heb je dat voor ons gedaan? riep het meisje. Ja, lieve mis, en ik verwacht Lord Glenurve in ieder ogenblik. Mevrouw, sprak het meisje op een toon van ongeveinsde dankbaarheid en godsvrucht. De hemelen zegenen Lord Glenurve en u. Lief kind, antwoordde Lady Helena, wij verdienen geen dankbetuigingen. Ieder ander zou in onze plaats hetzelfde gedaan hebben, mocht de hoop die ik bij u opgewekt heb verwezenlijkt worden. Tot de terugkomst van Lord Glenirvan blijft gij op het kasteel. Mevrouw, antwoordde het meisje, ik zou vrezen misbruik te maken van de toegedegenheid die gij aan vreemden betoont. Vreemden, lief kind, gij, nog uw broeder, zijt in dit huis vreemdelingen en ik verlang dat Lord Glenirvan bij zijn tehuiskomst aan de kinderen van kapitein Grant zal meedelen wat men beproeven wil om hun vader te redden. Een zo hartelijk aanbod mocht niet afgeslagen worden, men kwam dus overeen dat Miss Grenz en haar broeder de terugkomst van Lord Glanerveven ten zouden afwachten. Einde van Hoofdstuk 3